Dag iedereen, welkom bij onze podcast Lambert en Albert. We gaan het uiteraard hebben over de cross, zoals elke week. En ja, dat kan niet anders dan over de cross in Benidorm gaan. Vandaag een zeer spectaculaire crossdag hebben we gekregen gisteren. Eerst mijn gasten voorstellen, of onze gasten. Toon Aerts, binnenkort weer crosser. Dag Toon. José de Kouwer, gisteren in Benidorm gespot. En uiteraard ook Niels Albert. Hè. Dat mag niet ontbreken bij een opname van onze podcast. Niels, ik heb jou niet gespot in Benidorm gisteren. Dat was het plan, hoe komt dat? Ja, ik had wat problemen met mijn defibrillator. Die piepte nogal veel in mijn oor. En ik heb een paar keer op onderzoek moeten gaan om te zien wat er nu aan de hand was. Maar al bij al hebben ze het nu gevonden, denk ik. En ja, ze gaan dat oplossen de komende week. En dan kan ik er terug tegenaan en dan kan ik u er nog wel eens ergens afrijden. Maar ik denk dat ik mijn eigen geforceerd heb in Zonhoven. Ellen van Looy, ik had daar wat veel moeten wachten op haar. Ik heb dan een kou gepakt, denk ik, op mijn toestel. Maar nee, goed, dat moet ons zorgen maken over de defibrillator. Nee, zo erg niet. Ik ben nog altijd niet dood. Onkruid vergaan zo rap niet. Dat moeten we een paar keer spuiten voordat dat dood is. Maar op zich, ben zeker geen bang. Ik ga normaal gezien niet doodvallen hier. Nee. Dus, heb je spijt dat dit er niet was? Want het was een spektakeltroef, ja, hè? Eigenlijk wel. Ik denk dat het een mooie cross was. En ook zo'n keer, gezien de omstandigheden hier in België, was de warmte toch wel, ook wel fijn, denk ik. Maar aan de andere kant, ja, hoe lang is het geleden dat we sneeuw gezien hebben? En voor mijn dochter, die is 6. Die had in haar leven eigenlijk nog nooit sneeuw gezien. Dus voor haar was dat wel speciaal. Dus we hebben ons hier thuis wel geamuseerd. Goed. José, ben jij gemakkelijk teruggekeerd vanuit Spanje vandaag? Dat is geen vraag, hè? Je weet het. Een retorische vraag. Ik ben om 6:30 opgestaan. Ik was om negen uur, half negen op de luchthaven. En ik ben om 5:00 in Brussel geland. Dus. Voilà. En onderweg is er ergens iets gebeurd? Onderweg is dan heel veel, ja. Delayed it. 1 vlucht, hè. Er waren er 10 naar België. 1. Ze wisten dat José de Kouwer het vliegtuig zat. Maar gelukkig. Ja. Je was gisteren in Benidorm voor de cross, bij onze collega's van Pix. En je hebt de cross dus helemaal gevolgd. Vertel eens, dat dagje Benidorm. Goh, ja, mooi, hè. Ja, sowieso. Ik vind dat, als je dat wielrennen internationaal wilt maken, dat is de grote vraag natuurlijk. Wilde verder met dat veldrennen, dan is dat de place to be. Een van de plaatsen om daar te zijn. De renners zijn daar. Ze hoeven zich niet ver te verplaatsen. Goede omstandigheden. Parcours mag misschien nog wel wat aangepast worden, links en rechts. Maar op zich, de omstandigheden zijn ideaal. En het publiek is daar ook. En een heel fantastisch publiek eigenlijk. Ja. Vlamingen, maar ook veel Spanjaarden die enthousiast zijn. Echt mooi. Ja, het is ook wel een regio zo waar de sport wel leeft. Er zitten altijd veel ploegen aan die kanten. En dus de lokale mensen, denk ik, kennen dat ook wel. En gelijk als José zegt, het is ook een periode om daar die cross te geven. Doe dan mee, inderdaad. Veel ploegen zijn inderdaad daar op stage. De accommodatie is daar. Gelijk als je zegt, parcours hier en daar. Nog wat kleine aanpassingen misschien, maar ja, je zit daar eigenlijk goed. Zeker ja, dus die cross zit er eigenlijk op de perfecte datum, op de perfecte plaats. En als je dan ziet, dan lopen er mannen rond, gelijk als Luke Rowe en nog een deel anderen die daar gewoon zijn. En die komen dan ook eens naar de cross kijken. En dat publiek, die zien Felipe Horts rijden. En die gaan helemaal uit een bol, omdat hij dan met een Spaanse trui rijdt. En die vinden dat gewoon geweldig dat hij tussen die mannen rijdt. Die forceert zich dan natuurlijk, dat weten ze zo. Maar dat niet erg, dat maakt het alleen mooi. Dat zou wel zijn. Zometeen meer over de cross. Eerst nog eens een vraagje. Ben je fris en monter opgestaan vanmorgen? Ja, waarom? Ja, ik hoor dat jij gisteren bedolven werd onder de duvels. Klopt dat? Twee. Ah, oké. Okay. Het is een verhaal Welles, dat groter geworden is. Ja, zo gaat dat met verhalen natuurlijk. Hè. Maar nee, de familie Welles, die hebben mij voorzien van vorig jaar 1 duvel. Omdat ze de rest zelf uitgedronken hadden. Maar nu hadden ze er nog 2 overgehouden. Dus ja, dat is goed. Oké, okay. Dat was een mooie afsluiter van een mooie crossdag. Ja, van een hele. Ik ben er 5 dagen geweest en de weersomstandigheden waren niet geweldig de dagen ervoor. Zelfs regen gehad. Maar zondag gisteren was het echt perfect crossweer. Niet te warm, goed. Geen stof, want de dag ervoor fel geregend. Dus het was goed. Ja. Toon, hoe heb jij gisteren de cross gevolgd? Waar en hoe, ik zal het zo zeggen. Ik heb de dameswedstrijd gemist, want rond 1 uur moet ik ergens geland zijn in Antwerpen. Dus ik was net op tijd thuis voor de mannenwedstrijd. Die heb ik nog mee kunnen pikken.
Het was even twijfelen, want ik was aanwezig, of ik was in Kalpeven te trainen. En ik was aan het twijfelen van, ga ik s'avonds vliegen of maandag vliegen? Dan kan ik nog naar de cross in Benidorm gaan. Maar ja, ik was ook op de cross in Zolder geweest en ik merk eigenlijk dat ik momenteel tijdens de wedstrijd een beetje sta wortel te schieten dan. Dus ik heb toch maar beslist van 's morgens al terug naar huis te gaan. Het gevoel van, wat doe ik hier? Ik kan niet meedoen of ik mag nog niet meedoen. En, ja, zowel dat als ook het feit thuis. Van niet echt tussen het volk te willen gaan staan en constant aangesproken worden over heel de zaak. En ja, ik speel liever thuis de supporter voor de zetel die alles kan zien wat er gebeurt tussen de deelnemers. Ja, het is nog... Ik heb geteld 26 dagen, hè? Dan ben je weer officieel crosser. Ja, inderdaad. Ja. Op 17 februari in Sint-Niklaas. Ja, ja, het is aftellen nu en de dagen gaan vrij traag eigenlijk, omdat ik nu alleen maar bezig ben met trainen en voor de rest moet alles wijken. Dus het is trainen en weer wachten tot de volgende training, Sanderendags. En dat gaat nog trager precies dan de vorige 2 jaar. Ja, dat zei je vader ook gisteren toen we hem spraken van in het begin ging het snel en nu is, lijkt elke dag weken te duren. Ja, ja, die zou bij wijze van spreken elke dag tubes willen plakken om elke dag ermee bezig te zijn. Maar vanaf als ze erop liggen, ja, is het werk ook gedaan. Dus het is voor, zowel voor hem als heel mijn familie en mezelf wel echt wachten nu. Ja, maar je ziet er wel messcherp uit. Hè? Je ziet er toch uit als een atleet een die klaar is. Ja, ja. Ja, maar dat gaat ook nodig zijn. Hè? Ja, ja, ja. En maar... valt in, hè. Dat gaat zo maar niet... Allee, ja, ik kon je niet bang maken, nee, maar dat, gaat, ja. Dat gaat bloed proeven, hè. Maar ja, dat moet, hè. Dat moet. En dan nog een geweldige zomer erop. En dan is je klaar, hè. Dus dat is een beetje een insteek ook, hè? Die 3 crossen die er nu nog zijn. Ik vind dat geweldig. Het is van achter starten, maar elk punt dat ik nu kan nemen is de winst volgend jaar om net iets dichter al te staan. Je moet veel verder kijken. Ja, en ik denk dat het ook positief is dat je nu al zo eens even kunt kijken waar sta ik. Ja, want natuurlijk, het niveau heeft waarschijnlijk zeker niet stilgestaan de afgelopen 2 jaar. Om niet vergeten, gelijk niveau van gisteren. Hè, we kunnen altijd wel zeggen, Mathieu en Wout, maar... Als je ziet hoe klein dat de verschillen gisteren waren, het is wel een atypisch parcours, denk ik, Benidorm, maar hoe klein dat de verschillen ook zijn, Michael die eigenlijk de koers verliest gisteren in plaats van wint, want ja, hij had even goed kunnen winnen ook. Denk ik dat het niveau echt wel, wat die jongens op rondrijden op bepaalde parcours, echt wel hoog is. En voor er dan zomaar even ingesmeden te worden, het is u zeker gegund, maar... Nee, maar ik was vanmiddag toen we naar de boarding gingen, was uw sponsor daar, de Schacht. Ah, ja. Stond achter mij en Adrie van de Poel. En die zei, ja, Toon, wat direct meedoen en dit en dat. Hij zei, rustig. Zeg, zo simpel gaat dat niet gaan. Hè. Maar het is wel belangrijk dat je die 3 crossen nog kunt doen. En dat je daar echt een gevoel aan overhoudt van, oké, er moet nog bij. Ja, en dan, op zich geen enkel probleem. Is 3 genoeg om dat gevoel te hebben? Nee, maar het is die zomer, hè. Die zomer, welle, ja, in mijn ogen dan. Hè. In mijn ogen, finales van koersen rijden. Geen dom inspanningen, niet in. Als je een rondje gaat rijden, de eerste dag 150 kilometer gewoon voorrijden, een ontsnapping die niks opbrengt. Finales rijden. En ja, het is die, dat. Die zelf zo hard mogelijk maken. Welle, je bent trainer genoeg, ja, voor jezelf. Het is dat, hè, dat rondrijden in een vroege vlucht of zo. Ja, dat heb ik bij wijze van spreken 2 jaar aan een stuk gedaan. Hè. Geen eentje gaat rijden. En dan nog alleen. Ja, het is dat. Maar terug in dat peloton zitten, er gebeurt van alles. Die versnellingen en sprinten naar die bochten en die hellingskes. Dat gaat zeer doen, maar het is wel belangrijk. Dag om dag gaat dat beter maken. Ja, en het zijn 3 crossen, dus het is niet veel. Ben jij ook mentaal voorbereid dat het crossseizoen binnenkort begint, maar ook een week later alweer stopt? Ja, het is 9 dagen zeker. Is, ja. Weekend plus 7 dagen, dat is 9 dagen en het is voorbij. Nou, het is kort, hè, maar... Allee. Dat gaat een kick geven. Ja, maar nu zeg je, het duurt lang. Die dagen lijken weken te duren. Maar die 9 dagen gaan heel snel voorbij zijn. Dan moet je wel voorbereid zijn dat je weer, 7 maanden geen cross hebt. Ja, maar het is sowieso wel... We gaan in de zomer wel wat doelen. Het pikken wel bij bepaalde wedstrijden. BK Gravel bijvoorbeeld. Want om nu te gaan zeggen, na die 3 wedstrijden, van ik zal eens in Spanje niet gaan trainen, maar op strand gaan liggen. Dat is ook een beetje belachelijk nu. Hè. Dus ik denk gewoon een supergoeie planning maken met een paar gravelkoersen, een paar gewoon koersen. Dwars door het Hageland toe bijvoorbeeld ook, vind ik een ideale koers voor renners van mijn niveau. Ik vraag me af als je er een candy camera in huis moest hangen, maar ik bedoel dan een gewone candy camera. Ja, ja. Hoeveel toertjes dat hij gaat doen rond de tafel, zo die dagen ervoor, zodat ze zeggen, wat ben je bezig, jong? Scheelt er iets of wat? Ja, maar zoekt iets. Ik had zelfs het gevoel, de week voor het BK, ik had dan zo wat die, ja, de Niels gaat dat zeker nog kennen, die spanning van toewerken naar dat kampioenschap. Ik had dat van het jaar ook zo een beetje. Ik kwam bij ons een thuis langs, je zat in de zetel te rusten. Ik zeg, moet jij geen eten maken? Ah, nee, het is kampioenschapsweek, hè. En ik begon met mijn max wat te komen. Ik kreeg die stress ook, maar ik mag er niet mee doen. Dus,
En dat gaat met Oost Mallen en met Sint-Niklaas en die crossen gaat dat ook zijn. Ja. Hè? Alles in teken van die wedstrijden. Hè? Het leuke gaat misschien wel zijn, dat kan misschien een klein beetje hun voordeel spelen. We zitten natuurlijk op het einde van het seizoen, waar dat er al veel zo eigenlijk aanbod tussen aanhalingstekens. Misschien al een paar minder man aan de start. Dus dat je misschien zo al een keer derde, vierde rijers kunt staan als er al een opening komt en je kunt wat inpikken van voor. Zou het wel eens kunnen zijn. We hebben al een keer gezegd dat je wel een tijd gaat kunnen meegaan. Het is niet zomaar zeer gezegd dat je van het kasken naar de muur... Ik denk persoonlijk dat je niet van het kasken naar de muur gaat krijgen. Dat gaat niet gebeuren. Maar wel effectief te zeggen, ik begin in Sint-Niklaas en ik leg die mannen er allemaal op. Het is u gegund, bij wijze van spreken, maar... Het zou straf zijn. Het zou ongelooflijk straf zijn. Maar ja, je weet nooit. Ja, het is Maar het is allemaal zo wetenschappelijk. Durf dat dromen ook soms? Dat je denkt... Ja, ik droom, Ik geef dat gerust toe. Ik weet wel dat in principe kan het bijna niet. Als je als laatste moet starten en je zou het na een uur als eerste over die meet rijden, dat is te zot te worden. We hebben het er maar... nog gedaan, hè. Ja, maar ik geef dat gerust toe dat ik daar wel van droom. En als dat niet is, dan is dat ook niet mislukt. Ah, nee, ja, maar je bent altijd wijs genoeg om te realiseren dat... Voilà, maar ik ben wel in mijn hoofd zoiets van, kom maar, we gaan er nu alles van doen, want stel, er is een kans en dan ben ik daar. Ja. Mooi, kijk het er naar uit. Maar wat je net zegt van, het is het einde van het seizoen en er zijn er al veel uitgeblust en zo, dat hebben nogal mensen tegen mij gezegd en daar ga ik niet volledig mee akkoord, want oké, die mannen hebben een lastig half jaar gehad. Maar ik heb twee lastige jaren gehad, snap je? Dus dat vind ik een argument dat we niet helemaal met dat mogen overnemen. Dat bedoel ik zo van... Een andere allee, ze laten het bijvoorbeeld een cross als Oostmal. Daar heb je, waar dat anders er nog 10 met mes tussen de tanden staan voor die koers te winnen, heb er nu misschien nog 2 of 3. Ja, dat is waar. Ja. En de rest, als die dan al ronde 3 of 4 gelost worden, die gaan het laten varen en zijn content met een 5e of 6e. We gaan er een deel bij zijn die hun seizoen nog proberen redden. Ja, maar de Michael bijvoorbeeld, dat weet al, de Nelly gaat zijn eigen, die geeft zijn eigen elke cross. Dat is een parcours voor de Laurens, dus die gaat daar ook nog eens proberen te winnen voor toch het seizoen nog met een goed gevoel af te sluiten, want ik denk... Dat we kunnen zeggen dat dat nog niet het seizoen van de Laurens geweest is. Dus die mannen gaan zeker daar in Oostmal nog altijd het beste van zichzelf willen geven. En dat gaan de mannen zijn die gemotiveerd zijn. Maar... De strijd voor een plek 10 is anders dan de strijd voor plek 10 in Kruijbeek in het begin van het seizoen. Ja, dat denk ik wel. Dat is een heel ander gegeven. En daar kun je misschien optimaal van proberen te profiteren. Ja. Maar wetenschappelijk is alles zo onderbouwd. Dus weet jij perfect waar je staat. In vergelijking met anderen dan, denk ik. Ja. Ja, dus, jawel. Wat dat betreft weet je van, ik ben in orde om eigenlijk een uur lang op niveau te crossen. Natuurlijk, de inspanningen. Ik heb nu komende donderdag nog inspanningstest ook nog een keer. Ik heb testen op de Col de Rats ook gedaan afgelopen week. Dat is die inspanning, die fysieke inspanning. Maar echt op een crossparcours, rond dat paaltje draaien, remmen dichtsmijden, terug volop trekken. Dat kun je moeilijk testen en vergelijken met anderen. Ik heb wel eens met onze Thijs in het bos gereden of met andere jongens, maar het is toch niet... Op een echt crossparcours natuurlijk, hè, waar een trap in zit en waar een balken in zit. Ah ja, zo. Dus maar, dat is natuurlijk afwachten. Ja, maar kan je dat niet simuleren? Jawel, dat is moeilijker. Zo'n echt zwaar slijkparcours waarbij je elke ronde van fiets moet wisselen, dat komt op training niet tegen. Want en kan je dat niet eens doen? Ja. Met je mechanieker die daar staat met een tweede fiets, gaan je nu alleen. Op dat moment ben je alleen en je doet je best. Je denkt, dit is maximaal. Maar in koers denkt je niet, dit is maximaal. In koers rijdt er iemand voor u. En moet daar naartoe. Ja. En dat is maximaal. Maar zelf... Hij heeft dan wel karakter. Maar ik kan me wel voorstellen, dat is toch nog iets anders. Nu, maar, de planning is een beetje van ergens een van de komende dagen of komende weken echt ook eens een crossdag te simuleren. Want dat is ook 2 jaar geleden. Hè. Opstaan, even losrijden op de rollen, op een bijt. Wachten, bij wijze van spreken in die camper naar de wedstrijd rijden, aankomen daar, verkennen, je opwarming doen. Hoe was die opwarming weer? Dus, ik moet er even terug over nadenken. Die wedstrijd doen, je juiste maaltijden. Ja, en dus... elke bocht die in mijn zweep zo. Tja. Nee, maar eigenlijk heel de routine van die dag. Tuurlijk, vanaf jong gastje gewoon zijn, heb ik 2 jaar niet gedaan. Dus we moeten echt wel eens een keer terug opfrissen en zien of er hier of daar geen struikelblok op optreedt. Dus. Voilà, dus dat is een perfecte simulatiedag ergens de komende weken. Want die parcoursen die zijn nu stilaan af, zeker? Ja. Brussel, Sint-Niklaas. Maar blijkbaar wordt het niet geapprecieerd als een geschorste renner op die parcoursen wil trainen. Dus blijf ik nog even weg. Dat ze me als geschorste renner niet welkom vinden op een parcours. Dus, is er een renner die nog niet zet dan nu alsjeblieft uit uw kop. Hè? Om? Met dat idee van geschorst geweest te zijn. Hè?
Ja. Hoe moeilijk dat ook is, maar Niels, eerlijk gezegd. Morgen dan. En dan mocht u nu nog geschorst zijn met recht en reden, zou ik zeggen. Ja, dat is niet gemakkelijk, want ja, er is toch wel een zwarte plek op, maar er is geen zwarte plek op. Nee. En morgen dan bijvoorbeeld, ga je dan niet in Lichtaart trainen? Lichtaart is geen officieel plek. Misschien ook, maar ja. Er is ooit een renner geweest, een crosser ook, die geschorst was, en die is dan eens met iemand het parcours gaan verkennen een paar dagen van tevoren en heeft een schorsing bijgekregen. Dus daar is ik gewoon niet. Zal ze bezig houden met wie was dat? Dat doet er nu niet toe. Maar. Dus dat is al van de UCI uit of zo? Of? Ja, blijkbaar, omdat dat parcours stond officieel opgesteld en ik weet niet of het de officiële training was. Dat zou goed kunnen. Maar ik zeg het toch, gewoon geen risico inpakken. Ik kan in Lichtaart ook mijn ding doen. En we hebben nog in Alphen, gaan we ook wel eens trainen. Kunnen we een beetje Sint-Niklaas simuleren. Kom jij morgens om 9 uur naar dat parcours in Sint-Niklaas en dat jammer kapot. Ja, even omploegen en dus. Tussen alle wedstrijden door. Als je wilt wassen, ik wil dat het nog een kilometer zijn. Nee, het wordt leuk. Terug in die routine van een echte crossdag, een echt crossweekend. Ik ga komen kijken, absoluut. Goed, ja, ja, dat wil ik zien. Ik wil dat gewoon zien. Ik vind dat een belangrijk gegeven, hoe dat de mensen gaan zijn. En daar zouden we verstomd staan. Misschien een paar pipo's bij zijn die gaan roepen, maar voor de rest gewoon die mensen allemaal heel blij zijn. Maar die hebben overal pipo's. Die lopen overal rond. Die gaan er ook altijd zijn. Ja. Dus inderdaad, niet van hoe het makker liggen, maar... Ja, alleen zo die routine er een keer terug in krijgen en die cross een keer doen. En je zou iemand moeten hebben die een beetje met de flow kan rijden en die een opgevoerde e-bike zo, hè. Een e-bike mountainbike tegen 45 km. Hij solliciteert, Niels. Ja, maar zo goed ben ik niet meer. Maar iemand die zo'n, u eigenlijk er pusht. Kan afrijden, hè. Ik denk, simulatie lijkt me een goede training, want je zegt het zelf, de hele routine ben je kwijt, hè. Ja, ik denk dat leuke beelden zouden zijn, misschien, dat ik de toon eraf rijd. Absoluut, we regelen dat. Als je maar van uw gravelbike gaat of van uw mountainbike, je moet er wel op blijven, hè. Oh ja, maar we hebben zo'n, je hebt zo van die gravelbikes en die mannen die willen dan meerijden met de toeristen zo nog een beetje, maar dat ging dan niet. En ik heb al een keer tegen een Bart gezegd, toch? De Bart rijdt graag mee met die man een keer op training. Hij zei, altijd zo lastig en zo. En ik zeg, ja, maar tegenwoordig, die gravelbikes, je hebt dan zo'n Italiaans merkje zo. En die motorkjes, die gaan 45 per uur. Hè. Dus die bakken, die rijden tegen 45 per uur door het bos. Hè. Dat je zegt van, allee, eigenlijk is dat niet verantwoord. Maar legaal is dat allemaal niet, maar ik weet dat dat in de handel is en dat hij marcheert en dat alleen maar... Zijn dat van die motorpjes in het achterwiel? Nee, ja, de brakeen. Het is toch zo dat in mountainbike-wedstrijden, bijvoorbeeld in de Cape Epic, zijn er oud-kampioenen die met een e-mountainbike voorrijden om het in beeld te brengen. Hè, want camera, het is niet makkelijk om het te filmen. Dus die zijn technisch vaardig genoeg om dat parcours aan te kunnen, maar goed, fysiek zijn ze nog een idee voor de gravel, hè, in beeld te brengen. Ja, absoluut. Want ze hebben dat nu in te interviewen, was dat niet simpel, of in Adeverlee. Dat is een moeilijke boel, heel moeilijk. Ja, je kan niet met de moto ernaast rijden, want... Als je in die karresporen zit, er langs, waren zo echt diepe sporen van die tractorsporen, met zo'n smal padje er bovenaan, Dus Bon Niels, jij gaat iets fixen en Toon probeert je te volgen. Goed. Ik ben benieuwd. Het zijn zandcrossen, hè, dus hij is de zandrenner. Dat is een voorbeeld. Maar we doen dat dan op bekend terrein, we zullen dan al lang dorp gaan of zo. Dat ken ik het nog een beetje van buiten. Zo. Ik denk erover cross-training in Hofstade. Daar heb je ook nog gereden, Hofstade. Ja, zijn die Sint-Niklaas? Ja, Hofstade kun je zeker doen. Het enige probleem met Hofstade is als je daar... ik zal nu zeggen, als je daar zei, ik ben er al langs een keer met de gravelbike ook doorgegaan. Een prachtig domein trouwens om door te rijden. Spijtig dat er geen crossnummer is. Dat is wel een sollicitatie. Spijtig dat daar geen crossnummer is. Wat dat je hebt, daar lopen veel wandelaars. En bijvoorbeeld een wandelaar met een hond. En als je daar echt affond gaat rijden en er komt er daar een achter de bocht achteruit geschoten, dan moet al... Maar kun je dat licht daar toe. Daar kun je eigen gewoon gek maken. Ja. Trouwens dan, ja. Dat gaat zeker. Dus, wij gingen altijd in Langdorp rijden. Dat was zo'n parcours. Dat was eigenlijk lastig. En als je daar een parcours maakt van 6 minuten, je wist dan op voorhand van, er komt niet veel volk. En daar is altijd wel iemand dat u kan begeleiden. En dat is lastig, daar kun je ook over je limiet gaan. In Lichtaart, zeker een mooi parcours, maar op die tour van Lichtaart zelf is niet super lastig. En dan ga je natuurlijk naar Langdorp gaan, je kunt beneden iemand inderdaad zetten, met een scooter of met een e-bike dat wat opgevoerd is.
En je moet dat klimmetje naar boven rijden, dat is 200-300 meter. En die kan zo eens een meter of 10 voor u rijden, zodat je zo eens even over de rooie moet gaan. Ik heb dat trouwens ooit gedaan met de Wout, daar zijn beelden van. Achter dus, een brammerken of zo? Ja, dus dat was een klimmetje op asfalt. Dat is eigenlijk op zo'n grove dolomiet naar boven. En die mannen hadden eerst een technische passage in het bos. En die hartslag was al redelijk hoog. Dat dan juist een trappenzone in, voordat die straat opkwam. En met dat die eigenlijk dat asfalt, dat gravelpadje opdraait, stond ik met een scooterke. Ja, en ik... Ja, die moest dan eigenlijk inpikken, hè. Maar ik reed dan zo... Ja, juist te rappen, ken je dat? Maar je moet wel mee, natuurlijk. Hè. Ik heb gisteren zo'n beeld gezien. Ja? Ja. Van wie? In Benidorm, in de cross. Ik heb het ook gezien. Dat was toch het beeld van het jaar? Dat was wel vreed, hè. Dat was toch niet normaal? Gesproken. Ah, ja? Die zei van, dat heb ik nog nooit niet meegemaakt. Maar dat was niet normaal. Maar dat die kwam me daar voorbij gevlogen en zegt, dat is echt zoiets van, ja, wat en dat was je zegt ook gewoon iedereen verschieten, met, ja, van, wow. Met wat zijn wij bezig? Ja. Waar rijdt hij van plateau? Zou die 48 rijden, Buitenblad? Daar? Wow, maar dan ga je 46-11 dat stuk rijdt, is het ook... Dat is toch goed. Ja, dat was echt rap. Dat was echt ongelooflijk. Hoe dat hem dan bij de Michael en zo voorbij komt, dat is wel... Dus maak van toe naar het wel. Die leken stil te staan, hè? Gewoon is toch niet normaal. Ja, dat zijn en toppers, hè? En hij kwam al van een eind, hè. Ja. Oké, hij had dat op voorzichtig gedaan, maar hij was wel ont. Ja, was hij moest wel 20 seconden dichtrijden, hè. Ja. Ik moest s'avonds nog een looptraining doen, eigenlijk. Of ik moest gisteren een looptraining gedaan hebben. Maar ja, ik kende dat, zo'n hele reisdag. Het was ook niet het beste weer en zo. Was op... Ah, ja, het begint ik al. Zag dat, nee, maar ik zag dat beeld. Ik kreeg daar zelf moraal van, eigenlijk, van te zien van hoe zot dat was dat Mathieu van der Poel daar omhoog knalde. Ik zeg, kom loopschoentjes aan en zo, niet nog eens. Ik heb langer gelopen dan ik moest. Dus heb ze, voilà. Voilà, zie, het motiveert. Maar ja, het was onwaarschijnlijk. En vooral ook de manier waarop het in beeld werd gebracht, maakt het nog indrukwekkender. Hè? Ja, want als het frontaal is, voel je dat niet. Nee. Het is een beetje hetzelfde als de laatste sprint op de Champs-Élysées, waar die motor mee rijdt. Zo. Ja, dan heb je echt dat gevoel dat je zegt, hoe rap gaat dat tegenover dat ze zo naar u toe sprinten. Ja, dan. Dat is anders, hè. Maar nu met een drone daar inderdaad naast, dat was een fantastisch beeld. En dan denk je... En dat is natuurlijk zo, die anderen zijn geen sukkelaars. En die worden eigenlijk gewoon voorbijgereden, vier tannen groter zo. Jelle schakelt af, ik schakel bij. Dus dat is echt een fenomenaal beeld. Echt waar, dat is een van de beelden van het jaar, denk ik, dat we voorlopig... En ook die klas dat er dan afdrept. Zo. Dus niet dat hij er aan het stoempen is. Of ja, zo, maar ik heb er met Adrie van Douwen over. Ik zei, dat is toch de beste Mathieu die we nooit al gezien hebben. Het lijkt mij wel ik zo. Denk het wel, ja. Ja, we hebben dat ook al een keer gezegd. Het is zo, alles valt een beetje op zijn plaats nu met de Mathieu. Hè. Hij zit op zijn gemak in Spanje. Ik heb er juist een David ook nog gezien. En David zegt ook, ja, mijn papa zei dat ook. Dat is de beste beslissing dat hem gemaakt heeft om naar Spanje te gaan. Hij kan daar 2-3 maanden in het goede weer trainen. Hij zit daar op zijn gemak. Heeft eigenlijk die rust daar ook wel nodig. Die relatie zit goed. Alles loopt eigenlijk als het moet lopen. Blessurevrij. Komt op de sterkste punt van zijn leven, denk ik, richting de 30. Het is gewoon momenteel de beste Mathieu dat we zien. En, ik denk persoonlijk, het kan misschien links-rechts nog wat beter, maar het gaat geen massa's niet meer verbeteren. Dit is, denk ik, hetgeen dat we gaan zien de komende jaren wel, denk ik. Ah ja. Als er nu nog echt bij komt, wat er al is bijgekomen is, dan is het helemaal belachelijk. Dan hebben ze een probleem. Dat is bovenmenselijk, ja. Dan heeft iedereen maar een probleem. Gisteren, hij heeft het begin materiaalpech, kort oponthoud, moet van ver terugkomen, en hij valt op het einde, of in de voorlaatste ronde, wint de wedstrijd niet. Heeft dat redelijk pijn gedaan? Ja. Het was een, ben er eens bij gaan staan bij die paal, want het was niet in beeld, maar het was een lantaarnpaal met een kussentje met erop. Met een dun kussentje rond, zo. Het had kleur, maar het was hard. Ja. Maar ja. Bedoel, hij zat wel snel weer op zijn fiets. En Nee. Ja, nou, die fiets is twee keer rondgedraaid. 10 seconden later fietste hij weer. Ja, maar hij stond er even zo van... Ja, een beetje verdwaasd. Moet ik verder doen of niet verder doen? Maar dat is anders. Dan, dat parcours daar, die tijdsverschillen waren er al zo klein. Hij moet ten eerste al terugkomen. Als hem dat voor heeft in Benidorm in de eerste ronde... Laat dat een parcours zijn zoals Baal, dan is hem na 2 minuten terug van voor. Dus dat is fase 1 al. En dan op het moment dat hem dan in Baal zou bij wijze van spreken doorrijden, dus dat parcours veel lastiger is, op het moment dat hem dan tegen die paal rijdt, is hem 2 minuten ver. Dus ja, dan rijdt hem tegen die paal, maar dan rijdt hem ook gewoon verder en wint hem alsnog de cross. Dus Benidorm is op dat gebied een beetje atypisch, denk ik, dat de verschillen daar zo klein zijn. En we zien daar een Michael op 3 seconden van de Wout eindigen. Maar die is de afgelopen 10 crossen nog nooit op 3 seconden geweest. Plus dat het... stelde gisteren de vraag van... Ja, de reeks is onderbroken.
dat interesseert hem dus geen snars. Hè. Nee. Dat is alleen het is een mooie bijkomstigheid. Dat is een mooie bijkomstigheid van de reeks, maar dat interesseert hem niet. Ja, het is echt alleen maar bezig met dat WK. Op dat gebied, ik heb ooit met de Rode Hoofd een keer een gesprek gehad. En onlangs, ik denk, een jaar geleden zijn we zo iets gaan eten en babbelen en zo. En het ging dan ook over de Mathieu en wat gebabbeld. Ze, weet je wat rare van alles zegt hem? Eigenlijk, die koerst supergraag. Dat is echt zijn leven. Maar zei die romslom, dat romp, daar vindt hij niks. Ik zeg, ja, wat bedoelde nu? En zei, weet je zelfs dat ze een beker van de Amstel Gold Race... Dat hem die vergeten was op het podium. Dus een trofee dat hem krijgt. Dat hem die vergeten was als ze die achteraf komen brengen zijn. Van, ah ja, zeg u, een trofee staat er nog. Ah ja, ja. En hij zei, die staat nu bij mij in de living. Hij zei, dat interesseert hij niet. Dus een trofee van Vlaanderen kan goed zijn dat hem die ergens weggegeven heeft aan de een of de andere. Maar ja, renners zijn vaak bezig met hè, hoeveel keer heb ik daar gereden of daar gewonnen en dit en dat. Hoeveel podiums dit jaar. Ik denk echt niet dat hij daarmee bezig is, inderdaad. Nee. Ja, het is een andere orde. Ja, David, ja, het is ook waar. Maar... David zegt dat ook. Hè. Hij zei, het is juist wat aan het babbelen. Hij zei ook, ja, tegen onze Mathieu moet hij gewoon zeggen, Mathieu, morgen om 9:00 vliegen we. Hè? Oh, ik zal er zijn. Maar die vraagt niet met welke vlieger, met welke maatschappij, naar welk hotel, hoe lang moeten we vliegen, hoe lang is het transfer nog naar het hotel of naar de dingen. Hij zei, die ligt daar echt niet wakker van. Dat interesseert je niet. Ik denk, als je die gaven hebt op dat niveau, en je kunt dat een stuk loslaten, dat je ook veel rust krijgt in je kop. En ik denk dat dat wel een succesformule is. Dat werkt voor hem. Ja. Het zal wel zijn. Is hij gisteren gewoon iets te laat in de wedstrijd beginnen denken van, ik moet zorgen dat ik weg ben. Want het was in de voorlaatste ronde en ze zaten nog met veel volk samen. Ja, voor mij heeft hem, ik dacht, hij is hier een interval aan het rijden of zoiets. Ja, dus doorrijden en wachten en doorrijden en wachten. Zo. Ja. Het was daarvoor ook een ideaal parcours. Dan ja. Hoe snel dat hij ik daar dacht, gaat. Hij is hier gewoon wat aan het rijden, maar of het zou gelukt hebben of hoe of wat, maakt mij ook niet veel uit eigenlijk. Ik zit gewoon te kijken van, hoe marcheert het? Maar wanneer dacht jij van, nu gaat hij zijn aanval plaatsen? Want ik dacht de laatste ronde. De laatste pas? Ja, ik dacht voor de laatste misschien wel zo. En ik dacht zelfs op een bepaald moment zou hij niet durven de weg opdraaien en dan gaan onderstreep zo van achteruit. Zo. Ja. Maar het maakt er allemaal niet uit. De aanval zat eraan te komen inderdaad, na de zandbak. Als ze dan dat klimmetje hadden opgedraaid, dan was het een moment, denk ik. En dan ging hij hoogstwaarschijnlijk met de Wout weggereden zijn. Dat denk ik dat wel zou gelukt zijn. En dan hadden we een beetje een finale gekregen, denk ik, als verleden jaar. Ik denk dat er wel de, zat. Bij de vrouwen, hè, was ook zo. Ja, zo'n beetje die stijl. Laat een buitenbocht nemen, rechtdoor en onderweg en binnen. Ja. Boek het toe. Ja, dat was de deur open laten. Ja, dat was echt... Kon indraaien zo en dan gewoon rechtdoor, boom. Zeker met dat aankomstje van gisteren, dat is eigenlijk draaien en aankomen. Je weet gewoon dat je op kop moet zitten. En, ja, de binnenbocht houden daar. Hè. Ja. Hoe stom dat ook is, hoe traag dat ook in die binnenbocht komt. Maar Pietersen weet dat toch ook? Is dat gewoon op de limiet zitten en niet meer helder denken? Nee, ze deed niet. Ze ging gewoon de buitenbocht indraaien en zo van, ik zal hier eens induiken. En dan rijdt gewoon rechtdoor. Ja. Ja. Maar normaal mag je dat toch verwachten van Puk Pietersen? Dus... Ja, zij zou ik ook wel denken dat iemand is dat daar wel mee bezig is en ook wel zeker het lef heeft om dat te doen. Maar ja, het was eigenlijk het eerste duel dat we ook zagen tussen hen deze jaar. Hè. Dus misschien daarmee die scherpte wat gemist op het einde van de koers. Ja. Maar Fem van Empel doet wel geweldig. Hè. Dat is toch een killer. Hè? Ja, maar ik denk dat we volgende week, alleen binnen 2 weken, dan ook een mooie WK gaan zien. En toch, ik heb de dag ervoor met haar een interview gedaan met Fem van Empel en toch twijfel. Ik zei, maar meisje, toch, waarom zou jij twijfelen? Als jij twijfelt... Na iedere wedstrijd en voor iedere wedstrijd. En je kijkt naar wat je van dit jaar gewonnen hebt. Wat moeten die andere meiden dan denken? Hoe moeten die dan onderstaan staan? Als jij al twijfelt, dan moet je toch iemand zeggen een keer van... Meisje, sorry, maar je hebt er wel al 14 gewonnen. Het wordt tijd dat je een keer je knop omdraait. En toch twijfelen. Twijfel of bescheidenheid, ik weet het niet. Ja, maar... fenomenaal. Ja, echt top. Maar ik denk dat we op dat gebied wel een leuk WK gaan krijgen. En we zitten met Puk Pietersen, die goed is. Fem van Empel dan. Lucinda, die ook volgens mij echt in orde is. Denk ik wel dat we naar een mooie WK gaan. Alvarado deed het ook goed. Ja. Onder een rugprobleem. Die mist wel even daar een beetje pechketting of iets. Ik weet niet wat het was. En dat is er dan net te veel aan. Hè. Ja. Dus 2-3 keer moeten terugkomen. Ja. Dus deed het zo'n wel. Parcours weer, een beetje hetzelfde verhaal, dat snel parcours.
Maar ik denk in Tabor, als er sneeuw is en zo, Puk Pietersen wil ik wel eens een keer bezig zien op sneeuw en thuis. Maar ze geven de komende 10 dagen geen vriestemperatuur, zeker niet overdag. Ja. En ik zag volgende week woensdag zelfs 7, 8, 9 graden. Ja. Dus, dat is een beetje spijtig, want het mocht van mij wel een sneeuwweek zijn, maar oké. Okay, ja. Verder heb ik niet gezien, dus het kan, kan ook veranderen. Maar er is ook al veel gevallen daar, hè, de afgelopen een tijd geleden was daar stipper op parcours aan het rondrijden, denk net voor het... Nationaal kampioenschap dan was toch zo wat gevrozen zo in de ondergrond, maar in Tabor, als daar wat nat en slijk is, is dat echt een heel lastig parcours. Ja, ja. Zo in die vettige grond, zo. Vaak onderschat ook, vind ik, want dat is ook genoeg zelf gereden, dat zie je niet op de Tabor dat is zo lastig, heel lastig. Is, Tabor is echt heel lastig, die klimmetjes naar boven, die zijn lang, daarom, strak ook, gaan de Belgen niet kort kunnen zijn en zo, en hoe gaan ze het arrangeren? En, ik wil altijd chauvinistisch blijven, ik wil altijd het goede zien, maar als de Mathieu die klim naar boven rijdt, na de balken, dan... Die inspanning van gisteren, op dat weggetje waar we Mathieu zo zagen rijden, is te vergelijken met Tabor eigenlijk, ja, naar boven richting totaal waar de Belgen liggen. Dat is ook altijd mooi daar. Het enige probleem is, daar was het asfalt, dus de verschillen zijn misschien boven 3-4 seconden. Maar als dat morgen echt slijk en vettig is, dan is dat verschil boven 15 seconden. Ja, hè. Ja. Dus dat gaat wel volgens mij... Wat dat ook het geval is, dat in bepaalde crossen, we het afgelopen jaar gezien, dat de Mathieu het verschil maakt en dat dan houdt op 30, 40 seconden. Maar die gaan nu dat risico niet pakken en die gaan nu gewoon een uur af fond rijden. Hè. Want die denkt van, ja, als ik hier een keer onderuit schuif of met een diarreur schiet eraf of ik rijd plat. Dus die gaat gewoon van het moment dat hem de kans heeft, gewoon een uur echt dat blok rijden en die gaat volgens mij... Naar een groot ja, en ook dat verhaal van begonnen met een beetje treiterender als je kinderen achterkomen tussen en doet dat niet, want dan maakt het alleen nog maar erger. Hè. Dat gaat niet lukken. Ik zou dat niet doen. We hebben ooit EK gehad daar, ik zou dat niet doen als coach en zo wat vervelend maken. Toen was dat wel het plan, hè, met dat EK in Tabor ook. Wout was daar niet, dus we waren met de Belgen ook eigenlijk weinig kans om van de Mathieu te winnen. Wat is dan het plan? Ja, toch maar proberen voor hem weg te zijn en toch maar proberen met zoveel mogelijk Belgen... ervoor te zitten, je kunt niet meer doen. Nee, je kunt niet meer doen. Nee, ja, het is... Je moet hem niet irriteren, met je ellebogen gebruiken, moet je niet doen, want dan wordt die... Ja, plus dat wereldje is te klein en je komt elkaar door het andere dat tegen. Ja, dat is geen optie. Het is zo zielig, vind ik dat. Ik vind dat echt zielig. Een zielige tactiek, vind ik. Ja, ik vind dat je dat volwassener moet doen. Ja, oké, maar... De wielen gaan zitten en zeggen, doe maar. Nee, maar ja, gewoon ja, maar... Allee. Nee, ja. Je bent ja. Zelf, hè. Je bent zelf een van die Charles geweest. Die er bovenuit stak bij momenten. Het is niet gemakkelijk. En je weet zelf, als je dan zo wat ambetant maakt, dan gezegd, mooi jongen toch. Zo klaar. Ja. Dan komt het beest helemaal naar boven. Ja, helemaal. Ik denk, allez, ik zou dat niet doen. Ja. Ik zou hier er altijd met mijn concurrenten zoete broodjes bakken in de hoop dat ik ze dan toch in slaap kan doen. Maar ja, een scenario zoals gisteren, José. Oké, zoals Niels zegt, het zal waarschijnlijk niet zo ver komen op een WK. Dat zal Mathieu niet toelaten. Maar er kan van alles gebeuren. Voilà. Ja. Tuurlijk. Je moet klaar zijn als er een kans is maar om ze te grijpen. Doe dat. Ja. Doe dat. Ja, allee. We hebben dat al aangehaald. Er zijn, allee, het voorbeeld is er als je... Er is zoveel gebeurd. In Luxemburg zoveel gebeurd. Hij kan er net zo goed... Hij komt in principe weinig materiaalpech tegen. Hè, want dat is echt wel dik in orde. Maar kan altijd, hè, jongens. Maar rijdt uw ketting er maar af. Juist na de start. Of allee, trapt ze maar over. Hè. Dus op zich denk ik dat je elk mogelijk scenario in je hoofd moet houden. Maar... Natuurlijk hopen we niet dat er iemand pech heeft en dat iedereen zijn koers kan rijden. We hebben gisteren ook gezien op het moment dat Mathieu achter is, gaan ze vooraan ook doortrekken. Hè? Want oei, wat gebeurt er hier? Tuurlijk. Wie zie je daar op kop gaan rijden? Tuurlijk, de concurrent. Ah ja, het zou nogal straf zijn. Ja, wachten moeten niet doen. Hebben jullie al op een fiets zonder zadel gereden? In een koers? Ik heb dat ooit één keer voor gehad, maar niet zo ver van de aankomst. Dat was in de Oostmalle, de laatste cross van het jaar. Nog dichter bij de finish? Ja, nee, maar ik weet niet, ik moet schuldig blijven, ik weet niet meer voor wat plaats dat was. En ik spring op in Bosso nog en mijn zaal knakt een beetje naar vanachter. En ik wil daar zo aan trekken, vanachter, zo die terug zo een beetje naar voren te klinken. En ik had die in mijn handen. Ik zeg, ja, dan heb ik deze nog voor. Maar... ja, ik weet niet meer wat een uitslag was, maar ik heb dat één keer ook een keer voor gehad. We waren gisteren aan de cross aan het zien, hè, en ik zeg, amai, hij gaat rechtstand over de meet. Hij heeft dat nogal gedaan. Ja. En vaak bij kampioenschappen, van die grote overwinningen, ik zeg, amai, hij is content, want hij gaat rechtstaan.
En toen zagen we het, oké, okay, geen zadel meer, daarom gaat hij rechtstaan, omdat hij niet kan gaan zitten. Ja, dat maar er is ooit een zwaar ongeval gebeurd met een triatleet. Hè. Ik geloof zelfs in Australië of zoiets, die zijn zadel brak en die er wel ging opzetten. Ja, ja. Hey. Maar dat kan, hij springt ook terug op. Geen kindergeld meer. Ja, maar dat kan fout gaan. Hij springt op, hè, de Wout. Hè. Ja, maar die bruggetjes zaten er nog. Het was eigenlijk zijn zadel zelf, maar zijn bruggen stonden er nog op. En dat is zijn redding, hè, want als die bruggetjes er hadden afgeweest en je springt gewoon op zijn zadeltjes, dat is geen cadeau, hè. Dus eigenlijk de stang al zadelpen. Zadelpen. Ja, ja. Dus nu was het is een woord dat ik niet kende, een zadeltees. Ja, een teaser, een teaser. Ja, dat kent toch iedereen. Het is de cel. Ja. Dus, maar dus eigenlijk was een zadel eraf, maar de titanium bruggetjes, ja. De carbonen bruggetjes stonden er nog. Maar als die er ook hadden afgeweest, ja, dan had het een heel ander verhaal geweest. Hè. Dan was het bij twee kinderen gebleven. Misschien dat er nu drie komen, maar... Maar die bruggetjes ook, hij had in je broek blijven hangen nog eens. Ja, dan was Michael gisteren gewonnen. Ja, pas op, hij strunkelt daar en hij stond zomaar niet recht. Het was zo wat... Ja, het was allemaal een beetje onhandig. Ja, hetzelfde geld is de Michael daar. Hè? Ja, tuurlijk, het zal wel zijn. Het daar, is dat hij misschien die laatste paar honderden meters ervoor zo al iets had van, ja, ik heb het zitten, hij is weg. Ja. Dat geloof ook al een beetje zakt. Ja, hè? Ja. Wow. En dan in iedere keer zie je die terug vertrekken. En wel spijtig, want hij had een fenomenale dubbel kunnen realiseren, hè, Michael. Want die won zaterdag in Zonnebeke. De enige die dan zondagmorgen, wat was het, om 4 uur moest hij op om te vliegen naar Benidorm, naar Alicante. Ja. Stel je voor. Maar ik denk als een Michael laat gisteren, denk ik, een unieke kans liggen. Spreek me tegen als dat niet zo is. Hij pakt eigenlijk over, juist voor het opdraaien van dat klimmetje. Als hij gewoon had gezegd van de laatste ronde, ik blijf hier in het wiel zitten en ik doe niks, dan ziet hem de Wout ook aangaan op dat klimmetje. En je wist sowieso dat de Wout dat ging doen. Maar als je dat van achter de rug doet en je wordt al een bekken gelanceerd door iemand en je moet overpakken, dan zijn ze zo'n beetje in gang getrokken, komt dat zocht. Terwijl als de Wout zou opgedraaid hebben op kop en je weet dat dat eigenlijk uw finale is, want als de Michael want boven... Want hij had al een paar kleine pogingen gedaan, Wout. Hè? De ronde ervoor heeft hij ook geprobeerd. Zo, en was Michael nog net mee. Hè? Ja. Ik denk, als de Michael boven kan komen, nu was dat 4 seconden. Maar als hij boven komt, zo op 2 seconden bijvoorbeeld. Of zo, en dan moeten die balletjes gewoon doen, als die on die balletjes komen. Allee, Michael de Michael heeft eigenlijk gisteren, denk ik, een unieke kans laten liggen om proberen te kunnen winnen. Denk ik. Wel, ik stond bij Sven van Toen, dat stond bij mij. En die zei, pas op voor de witte, hè, de laatste ronde. Ja. En ja, nee dan. Hè. Dus, nee, maakt ook geen fout. Hè. En dan op die losse grind, dat je dan in de laatste ronde induikt. Ja, de Michael kan zijn fiets beheersen, hè, om daar die afvalling naar beneden te vliegen. Dus ja. Maar alleen, we hebben denk ik een schoon koers gezien, maar denk ik ook een terechte winnaar. Dat doet ook weer perspectieven zo van, zou het dan toch kunnen? Hè, en ja, tuurlijk. Een chique zo'n crossseizoen, elke week. Geen enkel probleem. De waan van de dag, hè. Ja. Maar wat heb jij, José, wat heb jij nu geleerd in functie van het wegseizoen van Wout? Niks. Nou, niet alleen gisteren, maar gewoon niks. Het crossseizoen. Niks. Dat is allemaal... je kunt jij zeggen, ja, maar we zijn in opbouw naar. Ja, hè. Dat cross is eigenlijk niet zo belangrijk. Oké, dat kan. Ja, ik heb alleen... Wout van Aert is niet omdat hij gisteren gewonnen heeft, dat ik nu in één keer zeg van, oh, dat gaat er boem kop zijn in het voorjaar. Dat verandert voor mij niks. Nee. Die overwinning van gisteren verandert niks. Wout is met iets bezig. En het is alleen Wout die kan weten hoe ver hij staat en waar hij mee bezig is en wat ze aan het doen zijn. Ik weet dat niet. Ik weet dat echt niet. Ik zie... Een andere Wout die inderdaad minder gefocust is op dit veldrijdseizoen, dat is een feit. Maakt hem dat zekerder naar de weg toe? Weet ik niet. Want ik hoor na Baal 1 minuut 51. Amai, wat is dat? En dan lees ik ergens tussen de lijn dat Wout zegt, als dat zo blijft, dan hebben we een probleem in het voorjaar. Ik bedoel dus... En Mathieu, is die nu zoveel zekerder, omdat het nu allemaal zo super gaat... Naar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix toe. Die denkt, ja, het is goed, maar die blijft toch oppassen. Zo. Maar ik denk toch wel dat we een verschil zagen tussen Mathieu van de kerstperiode en Mathieu gisteren. Is dezelfde Mathieu, terwijl Wout is toch, was gisteren toch een andere Wout dan met de kerstperiode. Ja, het was ook een andere cross. Het was een ander, en Wout is inderdaad, zijn intensiteit zal dus waarschijnlijk aan het opdrijven zijn. En dat zie je toch ook wel. Gisteren zeiden wel dat hij beter was dan de vorige week. En vooral in het kopken, of in de kop, sowieso. Maar ook niet overdreven. Hè.
het was niet zo alsof hij hem zei van ja, ik heb hier de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Nee, hij was sereen, hij wist waar aan of eraf, maar dat gaat hem zeker deugd doen. Ja. Dus dan een keer daartegenover spannen, denk ik niet dat dat bij Mathieu zoiets is van ik ben geklopt. Nee, helemaal niet. Denk ik niet. Ja, dus het is door omstandigheden ook. Daarom zeg ik daarnet, voor mij is er niet veel veranderd. Ze zijn met iets bezig, wat het op die manier, dat vind ik eigenlijk wel goed. Ja, proberen het nu op een andere manier te doen. En de tijd zal uitwijzen als we daar... Ik verwees naar die column in het nieuwsblad van Wim Vos. De druk is groot op die twee wedstrijden. Die column die mag geschreven worden. Hè? Ja. Die column mag perfect geschreven worden. Ik heb daar geen enkel probleem mee. We moeten niet altijd glorie, halleluja zeggen. En er mag eens een vraagteken bij geplaatst worden. Ik heb vorig jaar zo'n brief gekregen van Marijn Zeeman. Die zegt van, ja meneer De Kouwer, en jij zegt dit en jij zegt dat. En ik zei gewoon, ja, het feit dat Jumbo zegt, Wout van Aert moet alleen maar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix winnen. Ik vind dat niet goed. Ja, ik... En als Wout zegt, ik moet juist niks... Dat wil dat zeggen dat het juist wel moet. Want als iemand zegt tegen u, ik moet juist niks, wat denkt u dan? Ergens komt dat vandaan, hè? Inderdaad. Voilà. Ja. Ik bedoel, en dat is niet negatief, dat is gewoon de positieve. Je bent coach, je kijkt ernaar, je bent met die renner bezig, en geeft Gent-Wevelgem weg. Dat is allemaal goed voor de ploeg, dat is super voor Jumbo, super voor Visma, dat is helemaal geweldig. Maar wat moet voor Jumbo nog altijd die twee koersen winnen? Dat moet, hè. En dan leggen ze er de druk op. En Wout weet dat ook. Wout moet dat ook. Dat moet Jumbo niet doen, dat moet Visma niet doen, dat moet iemand anders niet doen. Dat willen wij allemaal en dat wil Wout ook. En je kunt niet zeggen, oh, dat interesseert me niet. Nee, dat blijft nog altijd bij die twee koersen. Jammer. Door het plan dat hij heeft uitgestippeld samen met de ploeg, is het wel heel wit-zwart, hè. Want je weet van, als het niet gebeurt, dan gaat er daar weer over gesproken worden. En dat heeft hij voor een stuk zelf gecreëerd. Anderzijds zijn we het er allemaal over eens. Heeft een plan dan oké. Okay. Ja, stik de plan en probeer het te doen. Daarom die column, die vertegenwoordigt gewoon dat plan. Die zet gewoon wit-zwart. Ja. Van kijk, dat is de planning. Maar het ligt toch gevoelig, want... En nu gaan we kijken. Wout moest er toch eens feitjes naar verwijzen. Maar ja, er is toch niks verkeerd van. Elke renner maakt een planning. Voilà. Dus op zich, elke renner maakt een planning. Er zijn genoeg renners die nu op deze moment bezig zijn met inderdaad dat klassiek verjaar. En iedereen doet dat een beetje op zijn manier. En de Wout heeft gekozen om zijn eigen misschien niet meer in de wintermaanden helemaal tot het uiterste te pushen. Wat hem in het verleden wel deed. Maar dat de sleutel tot succes is, dat weet maar niemand. Maar ik vind dat... Ik moet eerlijk zeggen, dat was de enige nog niet uitgeteste zet. Ze hebben al van alles gedaan, maar dit hebben ze nog niet gedaan. Mm-hmm. Dus ja, dat is een poging, een mogelijkheid. Kan best lukken. Mm-hmm. En als het niet lukt, dan kun je nog zeggen van hij heeft er alles aan gedaan. En is het toch eigenlijk wel knap dat je nu niet opjaagt. Er is geen man overboord, van... hè? Nee, helemaal niet. Hè. Ik heb er eigenlijk best wel respect voor dat je die keuzes durft maken om nu te zeggen, we gaan aan de start van die crossen staan, wetende dat we niet 100% zijn. Mm-hmm. En je kunt ook wel respect voor hebben, vind ik. Als je die status behaalt om dat u te kunnen veroorloven... Eigenlijk is niet dat zo. Ik het moet gaan doen. Nee, eigenlijk is het gewoon de crossliefhebber die zegt van, we hebben hem gemist in het veld. Maar dat is niet. Het enige, maar bon, ik draait het niet om. Hè. Ik geniet van de schoonheid van Mathieu van der Poel en zijn manier van crossen. En ik geniet van Wout van Aert. Dat ik denk van, ja, hoe zit hij in? Met wat is hij bezig? Waar staat hij nu? Hoe gaat hij daarmee om? Ik vond dat hij er redelijk relaxed mee omging dit jaar. Anders dan andere jaren. Hmm. Bij een verlies. Nu is hij heeft eigenlijk geen enkele cross verloren. Nee, hij is nooit gestart om absoluut te moeten winnen. En dat bedoel ik. Dus dat, nee, dat, maar die heroïsche duels van de voorbije jaren, dat was toch om duimen en vingers van af te likken. Maar die wilde hij niet, daar heeft hij... Nee, alle respect voor zijn keuze, maar een gewone crossliefhebber, zoals ik er bijvoorbeeld in ben, ja, daar smul ik van. En dat is een keuze van Wout, alle respect, maar ik had het wel graag gezien. Ja, en daarom dat bijvoorbeeld Pidcock die vanop de vierde rij moet starten, dat ben ik een absolute pleiter dat ervoor gezorgd wordt dat Pidcock met zijn punten van op de weg van winnaar van dit en dat die minstens voor een deel andere rijders mag starten. En dan kun je zeggen, ja, maar dat zijn fulltime crossers. Maar voor mij, als je de cross wilt helpen... Ja, ik kan niet volledig akkoord, want ik vind niet dat Pidcock dit seizoen heeft bewezen dat hem er eigenlijk bij hoort. Ja, maar vaak gaat hij van achter op de starten en zo, maar dan
kunnen we ook Sagan, ja, maar, als Sagan eens wilt komen crossen. Ja, en, ja, maar begin een keer van achter te starten. Ja, ik bedoel, maar hij stond ook is wel niet Olympisch van kampioen. Ja, zwaar. Moet wel een beetje respect hebben voor hetgeen dat er is ook. Zwaar, ja. Allee, alleen, maar dan moet het volledig anders in elkaar gaan steken. Maar ik had gepleit in dat hele witte blad vooral, waar we er nog altijd mee bezig zijn. Staat van, er al iets op, ja? Ja. Elke dag. Geef de crossers punten. Echt punten. Voor de wereldbeker punten. Punten die meetellen voor pro-tourploegen. Gewoon iedereen punten. Ze hebben er mee bezig geweest. Hij heeft er een tijd geweest. En dat die goede crossers, dat een pro-tourploeg zegt, maar die moeten we hebben. Hè, want die is beter dan onze negenste, onze zevenste, onze achtste renner. Die moeten we hebben. Die zijn punten, hebben wij nodig. En die kan voor ons wat gravel gaan doen. Ook punten. En dan krijgen we een totaal puntenpakket en krijgen we onze pro-tourlicentie. Ja, voilà. En dan past die renner in een pro-tour-team en daar stonden grote vrachtwagens en bussen en dingen. En dan, dat lijkt mij een mooier verhaal. Nu zou dat voor Vlaamse ploegen interessant zijn. Kan een Vlaamse sponsor heel het jaar door in beeld rijden. Ja. Maar als je dat zo krijgt, wordt dat voor ook internationale sponsors interessant. En natuurlijk, want dan gaat niet alleen Belgen en Nederlanders blijven. Maar... Je ziet nu al dat die mannen van Cannondale daar met roze truikenzoon, die doen heel pakken gravelkoersen en dingen. En Mohorins gaan nu een pak gravelkoersen rijden. Dat is voor die fietsensponsors, dat weet jij helemaal. Ja, constructeurs is dat superbelangrijk. Superbelangrijk. En als renner moet dat ook snappen. En jij kunt dat. Jij bent een kerel met body, mister en zoveel wat. Ik zou echt die gravelkoersen ook over nadenken. Mm-hmm. Gewoon wielrenner. En of dat nu een topwielrenner bent, en dat is via de cross, of via de mountainbike, of via de piste. Als je maar een topwielrenner bent. Mm-hmm. En daar is echt, dat is een markt. Ik vond het doodjammer dat de Iserbeets en de Van Toenans van deze wereld, dat die Everlee gewoon niet gebruikt hebben... Al die Everlee niet gebruikt hebben om daar iets te doen. Dat was 14 dagen voor het seizoen. Moet het toch in orde zijn? Het is een andere inspanning als een cross, maar het was zo... Maar je moet toch wel combineren zijn. Als je dat niet kunt combineren, dan zijn gravelen. Maar ik heb het nu gezien. Het was keigoed in beeld gebracht. Het was een spannende wedstrijd. Ik heb er zin in om erbij te zijn. Ja, dat is zeker. Als je kunt kwalificeren voor het WK gravel... Er zijn genoeg koersen nu, Valkenburg, Duitsland. Je kunt je daar wijze van spreken aan kwalificeren. Als je daar dan op die moment aan de start staat en dat ligt u, dan moet je daar gewoon proberen resultaat te rijden. Ik kan u verzekeren dat uw constructeur veel blijer is als je wereldkampioen gravel wordt dan als je wereldkampioen cross wordt. Hè? Zeker. Voor dat want er worden misschien in de wereld 5000 crossfietsen verkocht, als dat zo is. Ja, maar ze zijn al bezig met een verlovende toon, jong. Ah ja, dat is het. Zeg maar, nee, maar ik denk nee, maar dat ja, dat... Ja, zo, ik snap dat goed. De gravel is gewoon een heel groot gegeven. En, er zijn bepaalde fietsfabrikanten die ermee bezig zijn om een constructeursteam te maken, hè, zoals we dat in de MotoGP hebben, of gelijk eens in de motocross, gewoon een fietsenmerkteam is. Mountainbike vroeger, hè? Onder de naam van de constructeur rijden, hè, in plaats van een sponsor. En dat brengt budgetten, hè. We zien deze jaar ook Trek Lidl, of hoe noemen ze het tegenwoordig? Dat is ook een constructeursploeg eigenlijk. Wat denk je dat Stuiven was? Van dat te kunnen pakken. Ja, hè? Ja, ja. Ja, je begint ook na te denken van, hola, als ik hier nog een paar jaar doe en de weg is wat minder en ik kan daarmee. Tuurlijk. Als renner, je hebt één product in je winkel, jij. Zeiden jij zelf. Hè? En of dat nu via de cross is of met dat gravelen erbij. Ik zou het wel weten. Je kunt vanzelf een koersje of 3-4 rijden en dat perfect combineren met de cross. Dat gaat vanzelf. En de ploeg waar je nu bij bent, de Schacht, Hens Maas. Dat is het perfecte plaatje voor jou om erin te stappen? Ja, dat zit bij de jongens ook in hun hoofd. Hè. Daan Soeten heeft vorig jaar al verschillende gravelwedstrijden gedaan. Want voor mij is dat nieuw. Hè. Dat is nog maar de laatste jaar aan het opkomen. Ik heb nog nooit een gravelwedstrijd gedaan. Maar ik heb met Daan Soeten wel iemand, en met de Niels misschien ook wel iemand, dat me wat kennis kan doorgeven van wat banden we moeten gebruiken. Ja. Weet jij wat ik denk? Nee. Ik denk dat jij zelfs een betere gravelcoureur bent. Dan lag je nu in die moderne crossen, als jij afstand hebt en body hebt, en dat hebben we voor gravel wel nodig. Mm-hmm. Eigenlijk heb je daar misschien wel een punt. Iets wat Iserbeet beter kan dan mij, dat is puur wat de cross is eigenlijk. Dat versnellen, dat vinnig zijn. En dat is iets waar ik het vaak moeilijk mee heb gehad. Maar dat echt rijden voor u, dat wattage ontwikkelen en blijven rijden. Ik denk als je... Werk van maken. Ik denk al... EK Pontchâteau. Ja, was ook... Was dat? Dat was toch een gravelcross, bij wijze van spreken? Ja. Die won je.
En Slijk ook, Slijkwedstrijden, dat is wat mij altijd goed ligt. Maar dat is ook een heel andere inspanning dan Ruddervoorde bijvoorbeeld. Ja. En dan Greffel leunt meer daar tegenaan. Ja. Tegen en wat langer nog langer, dat je nog meer kunt gebruikmaken van je uitdaging, van je lengte. Allee, ik denk, gewoon... ik heb dat al gezegd tegen die Guido, dat is eigenlijk zijn teambaas, of we moeten het zeggen. Dat heb ik al gezegd. Ik zeg, als je de Toon de zomer laat werken, ik denk dat je daar echt resultaat mee kunt rijden in Leuven volgend jaar, in de Greffel. Ik denk dat dat echt vanzelf is, dat moet haalbaar zijn. Ja, oh ja, dit jaar, ja, op het einde van het jaar. Je kunt voldoende berg oprijden. Hè? Je zegt, je valt zomaar niet stil. Dus je kunt voldoende berg oprijden, je kunt sturen. Man, potentieel van hier tot ginds. Veel Greffel-renners kunnen veel minder sturen. Als ja, dat is waar. Daar heb ik op dat vlak geen schrik van. Het is nu even zien met dat BK en Valkenburg gaan we ook doen en Aken. Dat zijn 3 wedstrijden in april en mei. Even zien wat dat Greffelen is en zo. En dan moeten we gewoon zeggen, gewoon vol voor dat WK. Of hoe gaan we dat doen? En moet jij dan niet naar kijken? Het kriebelt ook wel. Moet jij niet zien? Dat is gewoon zo. Ja, ja. Ik ben er 100% van overtuigd. Ik zie niet iemand anders in. Ten eerste gezellig gemotiveerde. De rest haalt er zijn neus voorop. En jongen, je hebt zoveel voordelen. Toon, er zit een fan naast jou. Dat is duidelijk. Ja, voor. Het is een doel. Ik steek daar niet onder stoelen of banken. We gaan echt wel richting de BK, zeker al zien wat dat geeft. En dan, Dus eigenlijk is Sint-Niklaas en Brussel, dat is allemaal een opstap. Ja, dat zou ik ook niet zeggen. Maar. op 15 minuten. Voilà, we draaien alles over. Dat is jammer van alles. We gooien al die crossers weg. Officieel, Toon Aert stopt als crosser. Nee, zeker niet. Nee, maar José is geweldig enthousiast. Heb jij schrik? Je hebt er net even over gehad. Schrik voor de reacties in Sint-Niklaas. Want er zitten inderdaad overal people's, om het zo te noemen. Maar hoe is dat de voorbije 2 jaar geweest? En hoe zie je dat de komende eigenlijk weken? Eigenlijk heb ik in die 2 jaar 1 keer een ambetante opmerking gekregen. Dat was zelfs nog niet ambetant bedoeld. Dat was gewoon een misplaatste mop. Ik ging uit een apotheker binnen en er stond iemand en die zei niks verkeerd gaan halen. Hè. En daar kon ik op dat moment niet echt mee lachen natuurlijk. Ook omdat er nog veel andere mensen bij stonden. En buiten dat kan ik echt niet zeggen dat ik ooit al slechte opmerkingen heb gehad. Was jij geen in je condooms? Of ja, ik kan dat wel, ja. Die mens wandelt dus altijd met een brace aan zijn knie. Maar ik zeg, dat was echt als grap bedoeld, maar dat was op dat moment... Maar ik heb dat toch wel eens gehad, dat als je een verkeerde grap zei, dat ik dacht, wat zeg je nu? Hè? Het is dat kan gebeuren, maar het feit dat ik dat eigenlijk nog niet gehad heb voor de rest, heb ik er weinig schrik van, maar ze gaan er komen misschien en... Dat is zo beet, hè. Maar niet alleen supporters, maar ook crossers. Heb je het gevoel dat daar op een andere manier naar jou wordt gekeken? Nee, helemaal niet. Nee? Integendeel zelfs. In het begin hoor ik niet heel veel renners. Waren het meer zo die ik echt kort bij mij stonden. Maar nu hoor ik echt heel veel renners. Ploegleiders en managers van andere ploegen geregeld en zo. En ja, het lijkt wel alsof ze aan het wachten zijn op mij soms. Dus, Het enige waar ze gewoon tegen zijn, dat is dat hem er is. Dat weet ik niet. Een extra man erbij om tegen te crossen. Voilà. Sommige momenten een plaats achteruit. Ah ja. Dat is ook gewoon de realiteit. Maar het is oké. Ik denk dat je hard genoeg gestraft bent voor hetgeen dat er geweest is. Te veel. Hard te merken. 0-0-0, ik weet niet, 37. Het was in dit geval 22 zeker, of wat was het? Zoiets, ja. Ja, gisteren gehoord. En in België mocht het 40 hebben? Dat denk ik niet meer. Nee, dat ging over de limiet dat ze mogen testen. Ja, als ze moeten kunnen testen. Dan moeten we over stoppen. Ja, daarover gaan we het niet meer hebben. Daarvoor ben je al eens geweest in de podcast. Dus het gaat over die terugkeer en het feit dat je weer in de cross komt. Je vader die zei van het weekend ook wel een heel opvallende uitspraak van het zijn wel 2 zware jaren geweest, uiteraard voor jou, voor heel het gezin, voor iedereen, voor de entourage. Als ik had geweten dat dit was gebeurd, ik had mijn zonen niet laten crossen. Ja, denk dat ze dat vond ik opvallend. Ze denken dat of ze hebben dat al vaker gezegd en denken dat ze dat ook echt meenen. Het is echt wel... Ik heb als renner mijn trainingen elke dag gedaan, maar voor de rest zat ik ook maar gewoon thuis. Even nog gaan lesgeven en wel. Maar zij moesten wel elke dag naar hun werk en ze zijn er elke dag verschillende keren mee geconfronteerd van hoe zit het nu eigenlijk? En mijn ouders hebben er echt wel gigantisch van afgezien en dat zal voor het eerst ook nog niet voor hen vergeten en vergeven zijn. En dan snap ik wel dat ze nu zeggen, wisten we dat dit ooit ging komen? Was het maar een klein crossertje geweest en als belofte of zo gestopt met crossen? Maar ik ben 74 hè, en ik heb al wat meegemaakt in mijn leven. Ja? Mijn vrouw is gestorven als ze 31 jaar was. Mm-hmm. Mijn 2 zussen dood, met dit, met dat en ik weet niet wat nog allemaal. Hè. Stelt niks voor, jong.
Nee, plus ook het feit... Nee, dat stelt niks voor. Al wat ik nu meemaak... Hetgeen dat hij meemaakt, dat is veel erger. Ja, ja. Maar ik heb het nog tegen mijn manager in de week ook gezegd. Hij zat bij mij in Spanje. Ik zeg, kijk, ik heb 2 jaar niet gekoerst, 2 jaar geen uitslagen gehad, niet veel centen verdiend. Maar ik heb wel iets anders. Allee, jonge gasten gaan studeren, 5 jaar aan een stuk, en ze leren iets. Maar wat ik de afgelopen 2 jaar heb geleerd, is ook wel een ervaring. Ja, voilà. Levenservaring, niet ervaring, echt levenservaring. En, ja. Ik ben een berg geld kwijtgeraakt door achter wielrenners te rijden en gek te zijn van die koers en blind te zijn om te willen winnen. Is dat goed? Ah, nee, want ik ben dat geld kwijt. Ondertussen is dat terug hersteld. Ja, ben ik er nu blij mee, met geen aan mijn woorden hebben vroeger. Ja. Ja, ik snap wat je wilt zeggen. Ik ben trots dat we de Tour de France gewonnen hebben en groen en mijn renners domme toeren uitgehaald hebben. Maar geweldige prestaties. Heeft mij dat geld gekost? Ja, heb ik er spijt van. Nu dat alles terug is, niet meer. Mm-hmm. Nee, je moet ook gewoon positief kijken en je krijgt eigenlijk een tweede kans, zullen we zeggen, of een herkansing. En je moet daar gewoon elke dag van genieten. En inderdaad, eens dat voorbij is, of abrupt voorbij is, is het gedaan. En ouders ook en zo, ik snap dat zeker geen gemakkelijke periode is, maar allee, als je dat dan releveert, is maar sport. Hè? En als je ziet wat bepaalde mensen in hun leven meemaken, dat stelt een vraag of een of andere pipo die langs de kant staat, dan moet je gewoon echt katapulteren. Dat is gedaan. Ik ben ook gestopt me af te vragen wat andere mensen ook over mij denken. Er zijn er zoveel die Quinn Simmons, die heeft er een geweldige quote over. Die zegt, al de mensen die op mij kritiek hebben, die kennen mij. Maar ik ken die mensen niet. Ja. Dat is wel, hè. Ja. Maar hoeveel mensen ze kennen hem eigenlijk dan nog altijd niet. Want ja, het is heel beperkt dat ze kennen. Quinn Simmons, 22 jaar, 23 jaar. Die zegt dat gewoon. En dan denkt hij, oei, laat ik op moeten komen. Mm. Die zegt dat gewoon. Ik vind dat fantastisch. Ja, ik had mijn buis laten spuiten, denk je. Ja, maar goed, de sport, je moet het inderdaad relativeren, maar je kan er ook heel veel voldoening uit halen. Want je zegt zelf, winnen in de Ronde van Frankrijk, dat gaat boven alle andere dingen. Hè? Maar ja, het is juist ermee. Dus uw vader, ik weet dat, ik heb hem gisteren nog gezien. De dingen druipt er vanaf. Maar dat is goed, maar hij heeft 2 gezonde zonen, zou ik zeggen. Want anders crossen die niet en doen die niet. En uiteindelijk zijn we als renner, zijn op dat moment alle mensen die me zien, bij wijze van spreken, denken, Toon de crosser. Denken niet, Toon die jongen uit Rijke Voorstel. Dus het gaat er wel altijd over die cross. En dat was nu 2 jaar lang negatief. Maar 2 jaar zijn op 26 dagen na om. En dan frisse wind en dan zijn we terug vertrokken. Hè. Als we vroeger soldaat waren, hadden we een lintmeter en knipten we er elke dag een centimeter af. Soldaat? Ja, ik wel, jong. Ja, ik kom nog uit Noorlog, hè. Jij niet. Welke optreden heb je dan gedaan? Ja, hé, hey, man. Nee, alleen, maar het wordt stil. Nee, jong. Ja, tuurlijk. Waar heb je gezeten misschien? In Duitsland. Serieus? Echt? Dat wel zijn. Echt een optreden gedaan daar? Een jaar. Hallo. Een jaar. In de front. Mag het? Als je gewoon zo van mijn voorterrein... Nu in de frontlinie zit nog. Je kunt ook vooraan rijden en niet op kop rijden. Niet op kop rijden. Dat kan ook. Dat was dus wat meer mijn ding. Zo. Ja. Slink en sluw. Het bord van een tegenstrever leeg eten. Maar die quote moest toch passeren. Hè? Dat kan toch niet. José de Kouwer een uur lang laten praten en die quote die passeert. Zeg Toon, maar je vriendin, gaat die naar de cross komen? Want ik hoorde dat die amper nog cross gekeken heeft voorbij 2 jaar. Nu kijkt ze wel mee terug, maar ja, het is zo. Hè. We zijn jonge mensen en zij is... komt niet uit de cross vroeger en die cross was nu even gedaan, dus ze was er ook wel even uit geweest. En ik denk zelfs dat ze niet op een wedstrijd is geweest ook niet. Ik ben een paar keer gaan zien, maar zij niet, denk. Maar ondertussen kijkt ze wel en is er ook wel warm voor om terug aanwezig te zijn daar. Jawel. Ja. Wat was je laatste cross die je gereden hebt? Brussel. Ja. En waar eindig je toen? Ja, gevallen in de start en dan onze Thijs maar voorgelaten op het einde. Die is al 2 jaar aan het zeggen, ik was die laatste wedstrijd voor u, gast, maar dat mag het komende 9e plaats zie ik. Ja, 9e en dan hij 7e of zoiets. Ja. Ik zeg, allee, doe maar. En, had je dat geweten, hè? Ja. Gewoon niet meer laten gebeuren. Wordt er al 2 jaar mee gepest. Ja, dat is zo'n broer. Maar toen je hier een paar maanden geleden passeerde, of langskwam in de podcast, zei je, ja, in de zomer reed Thijs mij eraf. Dat is intussen verleden tijd. Ja, jawel. Dat is echt gebeurd. Hè. De training, dat was 200 kilometer kant van Overijs. Ik heb echt 4 uur in een wiel gegaan of zo van die 6 uur. En dat was ik nooit gewoon geweest. En dat was voor mij echt zoiets van... Allee,
kom aan, hè, terug er tegenaan. En, eigenlijk, dat was zo wel een klik geweest. Maar wat ik me nu afvraag, je bent altijd beter geweest, hè? Ja, dat kunnen we zeggen, hè. Bij de jeugd niet misschien, maar ja, toen was ik ouder. Dus toen Je wist hoeveel dat je beter bent. Hmm. Dat weten. Heb je nu dat gevoel dat je nog altijd evenveel beter bent? Het is lang geleden dat we samen voluit hebben gereden, maar wie durft er niet? Hè? Wie van de twee durft? Ik kan nooit niet. Hij is altijd op stage en gaan koersen overal. Maar dag, dat is uit deze week. Ik weet perfect. Al dat is uit zijn kont. Het wordt nog een drukke week. Hij moet zijn broer uitdagen. Hij moet nog gaan crossen in het veld met Niels achter een e-bike. Dat is hetzelfde. Een cross simuleren. Thijs is niet geselecteerd voor 2K, dus hij heeft een vrij weekend dan. Misschien moeten we dan die crosses een keer gaan simuleren. Zo. Klinkt als een plan. 2K in Rijkenvorsel, wat is daar? Ja. Je wet tegen hem gezegd, ik krijg €500 als je mij klopt. Ik heb niks verdiend, hè, José, de laatste 2 jaar. Dat gaat het hem juist zijn, dan gaat hij zeggen, hola. Dan moet ik zelf doorrijden. Blijf toch in de familie uiteindelijk. Dat is waar, ik kan een cadeau kopen voor mij. Vestzak, broekzak, ja. De WK-selectie trouwens vandaag gezien? Is nee. Bekendgemaakt? Ik heb ze nog niet gezien. Ik was onderweg. Kom in de lucht. Ja. Jens Adams is erbij, om de laatste plaatjes te noemen. Ook Witse Meeuwsen is reserve. Ja. Als Elie Zerbit de wereldbeker wint, is hij de negende man. Daar kunnen we wel van uitgaan. Ik denk niet dat Elie zondag nog iets 35 punten zal verliezen. Er is hoeveel waren het er dan? 37, denk ik. Ja, ja, voilà. Je moet al winnen 40 punten, Zerbit geen punten pakken. Dat, dus ja. Ja. Maar ik denk een heel standaard selectie, daar zijn geen verrassingen in. Had Thijs erop gerekend? Nee, maar we hadden nu de laatste weken er af en toe wel over gehad. Van het is wel een kans, want er zijn veel renners die normaal in die vaste selectie zitten, die er nu niet waren. Hè. Quinten Hermans, Daan Soete, Tim Merlier, Gianni Vermeers, Wout van Aert, mezelf. Dat zijn 6 renners. Ik kan wel eens goed dat alle 6 de renners waren, heel buiten Laurens Week en Michael, van 2K in Oostende ook. Dus ik kon maar zeggen, die vaste mannen, wat er nu niet waren, voor veel mindere mannen was het wel een kans om erbij te zijn dit jaar. Maar dat was niet... Het was ook weer niet echt zijn kerstperiode geweest, na een goede decembermaand wel, dus het is niet dat het maar op aan het hopen was. Goed. Nog iets aan toe te voegen? We zijn een uur gepasseerd. Zijn we nog iets vergeten naar Benidorm? Naar Benidorm? Ja, José? Ik zou het niet weten. Nee. Maar je gaat terug? Volgend jaar, hè. Ja, ja. Vroeger hoeft nu het niet. Nee, ik heb het daar wel gezien. Terug 12 uur op je bak. Ik heb het daar wel gezien, ja. Ja, het is wel iets, hè, Benidorm. Het is een karikatuur van zichzelf. Ja. Je moet het eens zien. Ik heb een foto zien passeren van Sven Nijs, zo'n Benidorm Bastard-karretje zo. En ik heb die foto naar Thibaut gestuurd en ik heb erbij geschreven, oef, eindelijk. Ja. Zo'n scoot. Hij was direct mee, Thibaut, zo. Ja, oef. Ja, oef. Dan ben ik alleen. Dan ben ik op mijn gemak. Het was verslagen. Het was een mopje. Alhoewel. Het was mijn mopjes en zo. Ja. Goed, Niels, dankjewel. Graag gedaan. José, dankjewel. We laten je gaan, want je vrouw wil naar huis zeker. Hè, nu. Ik denk dat ik nu ergens iets ga eten. Groot gelijk. Toon, dankjewel. En nog goed trainen de komende weken. En, veel succes met de terugkeer te beginnen in Sint-Niklaas. Dank u. Goed, en u bedankt voor het kijken of luisteren. Volgende week een nieuwe podcast. Ik denk dat we er nog een stuk of 3, 4 hebben. En dan gaan wij ook het seizoen afronden, hè, Niels? Inderdaad, het is een lang maar mooi seizoen al geweest. Maar we gaan er nog een paar leuke doen. Met een nieuwe Niels Albert. Dan gaat het komen. Ja. Ah, ja, hè. Straks mag je ook weer crossen. Ja, dan kan ik terug beginnen. Alles in orde. Goed. Nou. Dankjewel. Tot volgende week voor een nieuwe podcast over de cross. Tot dan.